1 jaar cel en TBS geëist voor dode 14-jarig meisje. En gesteggel over mantelzorgwoning. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 1 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS tegen de verdachte van de dood van Romy. Het 14-jarige meisje werd afgelopen zomer verkracht en daarna om het leven gebracht. Haar lichaam werd hier in een sloot in Achterveld gevonden. Ze was die dag niet uit school thuisgekomen. 2 dagen later werd de 14-jarige verdachte opgepakt. Hij heeft bekend dat hij Romy seksueel heeft misbruikt en haar daarna heeft omgebracht. Er is een jeugddetentie van 1 jaar geëist en daarnaast de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. En dit houdt in dat als de rechtbank deze eis volgt, dat de verdachte eerst 1 jaar straf moet ondergaan en dat die daarna wordt behandeld. Waarom is de maximale straf geëist? Die straf die is geëist omdat de ernst van de feiten die hij ook bekend heeft het gewoon niet anders passend maakt dan zo'n soort straf. En in eerste instantie werd de 14-jarige jongen verdacht van moord, maar dat heeft de officier van justitie vanmorgen veranderd in doodslag. De officier van justitie heeft vanochtend de tenlastelegging gewijzigd. En die is veranderd in gekwalificeerde doodslag. En dat betekent dat de verdenking is dat hij Romy gedood heeft. En dat hij haar dat gedaan heeft om te voorkomen dat hij gepakt zou worden. En de rechtszaak was vandaag achter gesloten deuren, waar ook de ouders van Romy hebben gesproken. De uitspraak is over 2 weken. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat wil de overheid graag, maar dan moeten de regels wel mee veranderen. CDA in Utrecht snapt niet dat een Utrechtse familie geen mantelzorgwoning mag neerzetten, terwijl ze wel de ruimte heeft om dat te doen. Het gaat om een zorgwoning voor Annie Mooi. Ze kan het huishouden niet meer alleen aan. Ik kon niet meer aankleden, ik kreeg geen pannetje vast, ik kreeg geen koppie, ik kreeg niks meer. Daarom wil de familie haar naar de achtertuin halen. Letterlijk. Hier kunnen ze haar dan zelf helpen. Ik wil mijn moeder eigenlijk gewoon graag hier hebben. Maar dan wel op een eigen plekje, zodat ze een stukje van haar eigen privacy terugkrijgt en wij ook. De familie Goes heeft een groot perceel van 5000 vierkante meter. De mantelzorgwoning zouden we daar waar de foyer is gesitueerd, zouden we hem willen plaatsen. Een woning voor mantelzorg past hier dus makkelijk, zou je zeggen. Maar de gemeente Utrecht werkt niet mee, vindt de familie. Volgens de regels is met die woning erbij een te groot deel van het terrein bebouwd. Nee. En daarom ketst de aanvraag af. Nee, er worden beperkingen opgelegd. En dat is allemaal tot daar en toe. Maar we willen een participatiemaatschappij. Ik heb de ruimte. Ik heb de middelen om het te realiseren. En het is tijdelijk. Dus wat is het probleem? Wie heeft er belang bij om dit te weigeren? Het CDA in de stad vindt de houding van de gemeente stijf en vraagt daarom uitleg van de wethouder. Wat we vooral zien is dat de ambtenaren en de gemeente handhaaft op de regeltjes en niet kijkt hoe kan het wel. Als ze hier komen kijken, er is hartstikke veel ruimte, er is heel veel ruimte om die woning neer te zetten. Het is maar een tijdelijke woning en er moet meegedacht worden hoe kunnen we dit goede initiatief ondersteunen. Annie logeert nu al maanden bij haar dochter en schoonzoon. Ze hopen allemaal dat de gemeente de aanvraag opnieuw bekijkt. Nou, ik hoop dat ze iets mogen neerzetten. En dat ik dan toch daar kan wonen. En dan met behulp van hun. Dat ik het zo kan redden. Ja, de gemeente zegt dat de zorgwoning nu niet mag vanwege het bestemmingsplan. Op een andere plek op het perceel van de familie kan het wel. Albert Heijn personeel van de bezorgdienst in distributiecentra wordt slecht behandeld, zegt vakbond FNV. Een van die grote centra zit in de Meren. Uitzendkrachten zouden lange dagen maken met weinig pauzes en ook zouden ze geen toeslagen krijgen. Een foutje van de politie in Amersfoort. Die pakte een man en een vrouw op in een woning in Amersfoort. En de politie kwam ze op het spoor door het nummerbord op hun auto. Maar ze blijken niets met het onderzoek te maken te hebben. De echte criminelen hebben waarschijnlijk valse platen gebruikt. Huis Doorn staat volgend jaar uitgebreid stil bij de Eerste Wereldoorlog. Die eindigde dan precies 100 jaar geleden. Na de oorlog vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II naar Doorn. Het museum komt volgend jaar onder meer met een nieuw onderzoek naar de keizer.
De Utrechtse Domkerk stond in het teken van de mantel van Sint Maarten. Het doel van dit evenement is samenwerking bevorderen tussen vrijwilligers en buurteams van de gemeente. En ook zijn prijzen uitgereikt aan vrijwilligers, de zogenoemde mantels van Sint Maarten. Ja, morgen is het dus de 11e van de 11e, Sint Maarten. Maar ook traditioneel het begin van het carnavalseizoen. Utrecht wordt tijdens carnaval omgedoopt tot Leemput. Vernoemd naar een vrouw die streed tegen de Spanjaarden. Trein van Leemput. Trein van Leemput woonde in een schitterend pand aan de Oude Gracht. Vlakbij de Weertsluis. De vrouw heeft een standbeeld, al is het maar een heel klein standbeeld. Het staat hier aan het begin van de Oude Gracht. En één keer per jaar dan hangen carnavalsvierders een krans op de schouders van Trein van Leemput. Het was namelijk een echte verzetsheld. We staan hier bij de resten van kasteel Vredenburg. Een enorm kasteel wat hier in Utrecht heeft gestaan om de Utrechters onder de duim te houden. Een Trein van Leemput, zo gaat het verhaal, heeft in mei 1577 als eerste het pikouwer gepakt om dat ding af te breken. De Utrechtse carnavalsfederatie loopt weg met de Trein van Leemput. De Trein van Leemput is natuurlijk de beschermvrouw. Met een aantal vriendinnen natuurlijk verzetstrijders geweest voor het kasteel van Vredenburg af te breken. En dan als beschermvrouw, en wat kan er niet mooi zijn als zij een dochter is van een gigantische grote bierbrouwerij. Dan is het het mooiste natuurlijk om haar te nemen als beschermvrouw van de carnaval. Maar er is iets geks aan de hand met Trein. Carnaval is een op en top katholiek feest. Veel katholieker kan het niet worden. Trein van Leemput vocht tegen de katholieke Spanjaarden. Ze was katholiek van geboorte, maar bekeerde zich tot het protestantisme. Weet je, het was een situatie, dat zie je vandaag de dag ook nog wel. Je bent bij de verliezende partij of je bent bij de winnende partij. Katholieken verloren in Utrecht. In 1580 mocht je geen katholiek meer zijn. Dus wilde je nog een rol van betekenis spelen in de stad, moest je protestant zijn. Ik denk dat Katrein dat heel goed heeft ingeschat. De katholieke carnavalsvierders in Utrecht hebben dus een protestant als hun patroon. Het kan de Utrechtse carnavalsvierders niets schelen. Nee, dat maakt voor ons totaal niet uit. Want wat het belangrijkste voor ons is dat het carnaval één gigantisch groot feest is. Voor welke cultuur ook. Het is een sociaal feest. Het is een cultuurfeest. En iedereen is bij ons welkom. Ha fijn, een borrel van Katrein. Nou, flink feestje daar. Morgen is er een groot feest in Café Elinkwijk in Utrecht om het carnavalsseizoen af te trappen. Om 11:11 uiteraard. Ja, het moet in de toekomst dé toeristische trekpleister van de Utrechtse Heuvelrug worden. Een enorm panoramaschilderij met bekende plekken als het Henschotenmeer, Huis Doren en het Maartenshuis op landgoed Zonheuvel. En al jaren zijn drie schilders ermee bezig en vandaag is de laatste kwaststreek gezet. Een gedenkwaardige dag voor kunstschilders Leo, José en Heidi. Ruim 2,5 jaar werken ze al aan Panorama Heuvelrug. Heel voorzichtig werk, want het is toch wel enigszins kwetsbaar. Daarom lopen we ook met kousen om. Tientallen panelen maakten ze met hoogtepunten uit het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Vele uren werk zit erin. En nu het bijna klaar is, is dat best even slikken. Want het is natuurlijk ook zo'n gang, hè? Dus maandags en vrijdags ga je hier naartoe en ben je met elkaar. En dat zal helemaal toch veranderen. Leo kwam ooit met het idee het panorama te maken op basis van Panorama Mestdag in Den Haag. De beroemde schilder maakte een enorm kunstwerk van een duinlandschap met Scheveningen op de achtergrond. Dat moest volgens Leo ook in zijn eigen gemeente komen. Ja, ik waardeer ontzettend de bossen en de natuur. En ik ben vroeger begonnen met het schilderen van landschapjes voor kunsthandels. En toen ben ik les gaan geven. Toen heb ik weer een heel ander werk ben ik aan het maken. En nu vind ik het heel fijn om te waarderen dat hier zo'n mooie omgeving is. Om dat uit te drukken in verf. Uiteindelijk komt het panorama ergens in 2019 te hangen in een speciaal gebouw op landgoed Zonneheuvel. Dat is een conferentiecentrum tussen Doren en Maren. Daar is een grote parkeerplaats, een restaurant. En daar komt het panorama, daar komt het gebouw van het panorama. Maar zover is het nog niet. Eerst de laatste puntjes op de i zetten. En die i is een boom. Het panorama heeft ervoor gezorgd dat ze in de toekomst waarschijnlijk weer gaan samenwerken. Dus we hoeven niet emotioneel elkaar gedag te zeggen. Gelukkig. Ik zou zeggen bedankt voor de samenwerking. Ik ga je zelf schilderen. Bekijk het maar. Ja, die hebben heel wat uurtjes samen doorgebracht. Want die schilders deden dus ruim 2,5 jaar over om hun panorama af te krijgen. En schilder Mesdag deed er een stuk korter over, ongeveer een jaar. Maar had dan wel tientallen hulpjes in dienst.
Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal bewolkt. Soms valt er ook een bui en het koelt af tot een graad of 6. Morgen krijgen we een bewolkte dag. Het gaat dan ook lange tijd licht regenen bij maximaal 8 graden. Tot zover uw nieuws. Blijf kijken na de reclame. Dan praten we over de 14-jarige jongen die deze zomer Romy om het leven bracht. We hebben het ook over de mantelzorg en we gaan klokken luiden. Dat allemaal zometeen hier in U Vandaag. Graag tot straks.